En dit is de Canaris Box Drive op basis van MAN. Wat een stoere bak is dat. Nou, dit is duidelijk een tegenhanger voor de Volkswagen California XXL. En Canaris doet dat heel aardig, maar het dak lijkt daar behoorlijk op. En die MAN is dan in het geval van Volkswagen natuurlijk een Volkswagen, zelfde wagen. Maar dit is wel stoer, hè? Nou, het nadeel van dit soort bussen als buscamper is dat die MAN's zijn een beetje smal. Eigenlijk zijn alle bussen smaller dan de bussen van Fiat. En daarom, ook bij Mercedes, krijg je dit soort oortjes eraan. En dat heeft te maken met het bed achterin. Want als je die oortjes niet hebt, dan hou je geen breedte over om in te slapen. En je moet hier in de breedte slapen. Nou zijn er nog wat meer mogelijkheden. Die zitten in de lengte en die liggen in dat dak. Maar dat is niet per se groot. Dit is natuurlijk wel een compacte bus. Ik zeg 6 meter. Vrije verlichting. Nou, als je buiten zit is het een beetje een muggenmagneet. Maar daar hebben we natuurlijk een hoor voor. Een hoor voor. En dat is net zo opgelost als bij Volkswagen. In de opening, ook niet voor het eerst, een Dometic koelkast die je aan twee kanten kunt openen. Vraag me niks over het gewicht, kan ik je nu niet vertellen. Want het is niet bekendgemaakt op dit moment. Keuken met tweepits kookplaatje. Zoals in de meeste buscampers. Solide lades. Echt niet verkeerd. Helemaal goed. Grote spoelbak. En alle boordelektronica bevindt zich hier. Waaronder twee stopcontacten. Bij de keuken, altijd handig. 12 volt stopcontact, ik begrijp niet wie dat gebruikt. USB, handig. En hier slaap je dan. En daar zie je dus in die kuil. Dat zijn die oren. En hier ook. Hoge bovenkastjes. Maar wel, ja. Ik zal even kijken of ik het je kan laten zien als ik me omkeer. Ik weet niet of je dit ziet, behalve die dikke buik van mij. Het houdt niet over in de breedte, dat is bij een Fiat veel breder. Maar ja, Fiat zijn gewoon niet te leveren. Dus die fabrikanten die moeten wel wat. En dat resulteert zich dus in andere merken dan we gewend zijn. Nou, hierboven een televisie en nog wat meer licht. Nou. Het raam kan open, maar als je de kachel aan hebt staan, gaat die uit. Daar is die beveiliging voor. Die detecteert of het raam open is. Nou, let op. Dan gaan we het tweede bed klaarmaken. En dit is de ruimte voor het tweede bed. En dat kan dus, wordt nog iets lager, zo. Ja, ik denk dat het echt voor kinderen is. Want ik zie mezelf hier niet naar boven klauteren. Om daar te gaan slapen. Echt niet. En dat is sowieso is het best wel een hele afstand. En gaat hij weer naar boven toe. Nou, wat ik me ook afvraag is dat dit... Of dat niet gaat rammelen als je ermee aan het rijden bent. Maar goed. Vier slaapplaatsen dus in een hele compacte buscamper. Die er verdomd stoer uitziet. Dat meen ik serieus. Nog even in de badkamer kijken. Hier. Hallo. Hier best wel ruim. Best wel ruim. Ook weer een klapwandje.
Dat klapwandje, dat magneet daar. En dan nog een wandje. Om alles zo'n beetje af te dekken. Nou, het is wat lastig om te zien. Ik kan hier niet echt uit de voeten met mijn spullen. Maar een redelijke douchevloer. Dat moet dus wel lukken. En dat is de Knaus Box Drive. ...600 denk ik. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje tingelingeling. Mis je ook de video van morgen niet. Tot de volgende keer.